Ik ben Lena Vesters, ik werk bij Faas Groep. Ik ben hier packaging engineer en dat houdt in het verpakken van allerlei soorten producten in een goede stevige verpakking. Producten van de klant die in de koffers komen krijgen een interieur wat helemaal afgestemd is naar hun producten, zodat het veilig van A naar B kan vervoerd worden. Dan heb ik die spullen eigenlijk gewoon naast hun bureau staan. Kan ook heel leuk zijn. Zo heb ik bongo's naast mijn bureau staan, soms een drone, soms medische apparatuur. En dan is de uitdaging om te meten hoe het precies zit. En als je vierkante producten hebt, dan is dat vrij makkelijk gedaan. Maar bijvoorbeeld een saxofoon kan toch wel lastig zijn om daar precies de maten van in te meten. Als de klant het ontwerp heeft goedgekeurd, dan start de werkvoorbereiding. Dan kopen we alle artikelen in, alle onderdelen. En uiteindelijk wordt het gepland en wordt in productie gerealiseerd. Wat ik belangrijk vind en vooral leuk is dat ik werk van A tot Z. De verkoop verkoopt een verpakkingsvraagstuk aan de klant. En ik ga samen met die klant kijken hoe we dat het beste kunnen oplossen. Uiteindelijk maak ik productie het product en zie ik het voor mijn neus ontstaan en ik kan het eindresultaat ook nog bekijken. Bij Faas hangt er altijd een familiaire sfeer. Iedereen kent elkaar goed. We hebben eigenlijk allemaal ons eigen werk, maar er wordt wel onderling gespart. En daarnaast veel contact met productie. Ook als ik soms ergens niet uitkom, productie maakt hier, zitten ook mensen die hier al jaren werken. En zo komen we samen tot een goed ontwerp. Ja, ik vind mijn werk uitdagend, omdat het is dus zoals ik zei, elke keer iets anders. Ja, je bent specifiek met verpakkingen bezig, maar daarbinnen is nog heel veel ruimte. En zo krijg ik ook op productietechnieken, kan ik me steeds verder specialiseren in van wat zijn de beperkingen en vooral ook wat zijn de mogelijkheden van bepaalde productietechnieken. Heel veel bedrijven die besteden heel veel uit. Hier is heel veel in-house en daardoor kan ik ook echt zien wat er gebeurt en kan ik ook van die mensen die hier al jaren werken heel veel leren en van hun kennis snoepen, zeg maar.